Je ziet in deze grafiek de bovenste lijn. De meting in deze grafiek is volgens een standaard protocol. Het eerste gedeelte is de stap, linksom en rechtsom. Het tweede gedeelte draf, linksom en rechtsom. Het derde gedeelte galop, linksom en rechtsom. Allemaal over een bepaalde periode van tijd. En daarna het herstel en het uitstappen van het paard. Dus de observatie is belangrijk en het vergelijken. Het vergelijken met hetzelfde paard, maar ook het vergelijken met andere paarden. Alleen er is ook al best wel veel over bekend is binnen de hartslagmeting. Hier zien we een paard dat waarschijnlijk overdag een intensieve dressuurtraining heeft gehad. Op de achterbeen is hij nog piaf aan het oefenen. Hier zien we een paard die niet zo goed getraind heeft. Die doet het in zijn stal nog een keer over om te kijken of hij zijn rondetijden kan verbeteren. Daar zien we een paard die depressief is geworden van zijn training. En onderstaand zien we een paard dat helemaal niet getraind heeft. Die ligt daar de hele dag zo, dat weet ik, want het is mijn eigen paard. Toen dacht ik, ja, ik kan me eigenlijk niet indenken dat die hartslag niet reageert als die merrie weeën krijgt en gaat bevallen. Maar dat er van alles gebeurt op dit gebied, los van de sport, maar ook in een stukje gezondheid, want dat is mij in ieder geval heel erg duidelijk geworden. En ik hoop heel erg samen met onder andere NLB Deurne en samen met mijn vriend en collega meneer Kees Plekhoff van Hart voor Horses, hoop ik op dit terrein de sport en de gezondheid binnen de paardensector verder van dienst te kunnen zijn om steeds meer te weten te komen.